Grietje Pasma is gisterochtend benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar werk als race director voor de 4 mijl. De 29e editie van het hardloop-evenement was haar laatste keer. In het gemeentehuis van Haren kreeg ze de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Peter den Oudste van Groningen. Alle 23.000 lopers van de 4 mijl kwamen gisteren over de finish. Bij de mannen won Yomif Kejelka uit Ethiopië en bij de vrouwen Viola Kibiwot uit Kenia.